Vamos a comenzar. Laten we beginnen. Con un texto en Salmos 4. Met een vers uit Psalmen 4. Versículos 6 a 7. Vers 6 tot en met 7. Mientras que lo buscan, oramos. Terwijl dat jullie zoeken, ga ik bidden. Padre, yo te doy gracias. Vader, ik dank jou. Por tu amor y tu gracia inmerecido. Voor uw liefde en uw genade die niet verdiend is. Porque, Señor, en lo más profundo de mi ser, want in het diepste van mijn zijn, yo siento indigno, voel ik mij onwaardig de estar delante de tu presencia, om hier vooraan voor uw aanwezigheid te zijn. Y de verdad, mi padre, en echt waar, Vader, si no fuera por la sangre de Cristo Jesús, moest het niet zijn door het bloed van Jezus Christus, no podría levantar ni mis ojos hacia tu santo templo. Zou ik niet eens met mijn ogen naar uw heilige tempel kunnen pero kijken. El día de hoy, maar de dag van vandaag, tu sangre nos limpia, reinigt uw bloed ons, para que podemos acercarnos a ti, zodat we dichter bij jou kunnen komen, para oír, Señor, de tu voz, om uw stem te kunnen horen. Escuchar tu palabra. Te luisteren naar jouw woord. Prepara nuestras palabras el día de hoy. Bereid onze woorden voor de Padre, dag van vandaag. Padre, porque tenemos necesidad de ti. Want we hebben jou nodig, Heer. Esa palabra es nuestro fundamento. Het woord is ons fundament, onze basis. Es nuestra vida. Het is ons leven. Te buscamos. We zoeken jou. Y esperamos oír tu voz. En we hopen jouw stem te kunnen horen. En lo más íntimo de nuestro ser. In het diepste van, ons zijn. Y lo vamos a guardar. En dit zullen we bewaren. Para que crece. Zodat we groeien. Y produce su fruto. Zodat we kunnen groeien en vruchten kunnen produceren. Para tu gloria y honra. Voor jouw glorie en jouw eer. Amén. Amen. No sé tomar con esa cosa. Ik weet niet hoe ik met deze micro kan drinken. Psalms 4. Dus hoofdstuk 4 van Psalmen. 6 y 7. Vers 6 en 7. Muchos son los que dicen: ¿Quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos. Cuando abunda su grano y su mosto. No son pocos, mis hermanos. Zijn er weinigen. No son pocos que dicen esto. Zijn er weinigen die dit zeggen. Considera las voces del mundo el día de hoy. Als je naar de stemmen van de wereld hoort de dag van vandaag. ¿Dónde está tu Dios? Waar is jouw God? En medio de sus problemas. Met al je problemen. ¿Dónde está tu Dios? Waar is jouw God? Cuando siente confundido. Wanneer je in de war bent. ¿Dónde está tu Dios? Waar is jouw God? Cuando le falta la comida. Wanneer je geen eten hebt. ¿Dónde está tu Dios? Waar is jouw God? Cuando no sabes qué hacer. Wanneer je niet weet wat doen. Repiten lo mismo. Dan herhalen ze steeds hetzelfde. ¿Dónde está tu Dios? Waar is jouw God? Y la verdad, mis hermanos, en de waarheid is, broeders, muchas veces, vele keren, nos encontramos ahí en este mismo lugar. Bevinden we ons op dezelfde plek. ¿Dónde está mi Dios? Waar is mijn God? Dios, ¿por qué me has abandonado? God, waarom heb je mij verlaten? ¿Por qué no escucho su voz el día de hoy? Waarom hoor ik jouw stem niet de dag ¿Por qué van vandaag? No siento su presencia? Waarom voel ik jouw aanwezigheid? ¿Dónde estás? Waar ben je? ¿Por qué me has abandonado? Waarom heb je mij verlaten? Muchos sentimos. Velen van ons voelen. Ese vacío en nuestro ser. Die leegte in ons zijn. Es algo bastante común entre la humanidad. Het is iets dat heel veel voorkomt in de mensheid. El hombre en el mundo. De mens in de wereld. Especialmente el día de hoy es aislado. En zeker de dag van vandaag, de mens is geïsoleerd. Se encuentra solo. Ze bevinden zich alleen. Escuchando solamente la voz de su propia cabeza. En ze horen enkel die stem in hun hoofd. Pero la voz de su propia cabeza no te ayuda mucho. Maar die stem in hun eigen hoofd helpt niet. Usted y yo necesitamos oír la voz de Dios el día de hoy. Jij en ik moeten die stem van God horen de dag van para vandaag. Que nos guíe. Zodat deze ons leidt. Para que nos instruye. Dat deze ons instructies geeft. Y especialmente en tiempos, estaciones como estas. En vooral in tijden zoals deze.
Cuando el mundo está cambiando más rápido, wanneer de wereld zo snel verandert, más rápido que nunca, sneller dan ooit, y nosotros nos encontramos un poquito atrás, en wij een beetje achterblijven, hay muchos que no saben qué hacer. Dan zijn er velen die niet weten wat doen. ¿Cuál es el próximo paso? Wat is die volgende stap? ¿A dónde voy? Naar waar ga ik? ¿Qué hago? Wat moet ik doen? Muchas preguntas hay. Zoveel vragen die er zijn. Muchos son los que dicen, ¿quién? En er zijn er velen die zeggen, ¿quién nos mostrará el bien? Wie zal ons het goede laten zien? De su angustia, uit hun bangheid, él responde, alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Antwoorden sommigen, breng het licht van uw gezicht over ons. Déjanos sentir tu presencia. Laat ons uw aanwezigheid voelen. Déjanos gustar de tu presencia. Laat het ons het leuk vinden, jouw aanwezigheid. Déjanos reposar en tus brazos. Laat ons rusten in jouw armen. Deja resplandecer sobre nosotros tu luz. Laat over ons jouw licht schijnen. Que ilumina nuestro camino. Dat het onze weg kan verlichten. Que ilumina nuestro propio corazón. Dat het onze harten kan verlichten. Porque sentimos las tinieblas el día de hoy. Want we voelen die duisternis vandaag. ¿Cuántos de ustedes han estado en lugares bien oscuros? Hoeveel van jullie hebben zich op heel donkere plekken bevonden? Donde verdad tú podrías sentir la oscuridad. Waar je echt die duisternis kon voelen. Sin ver nada. Dat je echt niets kon zien. Yo he estado en lugares así. Ik ben op plekken geweest. Y no estoy hablando solamente en forma física. En ik spreek niet over enkel fysieke plekken. Estoy hablando acerca de las circunstancias de la vida. Ik spreek over levensomstandigheden. Cuando yo siento rodeado por las tinieblas. Wanneer ik voel dat ik omringd ben door duisternis. Y por lo más que yo busco salir de allá. En hoeveel ik ook zoek om deze plek te verlaten. No lo encuentro. Vind ik het niet. Me escapa. Het gaat ontsnapt mij die uitweg. Pero doy gracias al Señor. Maar ik dank de Heer. Que cuando nosotros levantamos nuestra voz. Dat wanneer we onze stem verheven. Y pedimos a nuestro Señor. En aan onze Heer vragen. Muéstranos el bien. Laat ons het goede zien. Ahí aparece. Daar verschijnt het dan. Una pequeña luz. Een klein licht. Un poquito de esperanza. Een klein beetje algo hoop. Que aviva nuestro ser. Iets dat ons zijn heropleeft. Que nos levante. Dat ons omhoog houdt. Que nos inspira. Dat ons inspiratie y para algunos de nosotros, en voor iedereen rondom nos hace danzar. Aleluya. Dansen. Ahora yo no danzo. Nee, ik dans niet. Yo me inclino. Ik buig. Pero si tú quieres danzar, maar als je wilt dansen, danza. Dans maar. Danza en la presencia de Dios. Dans in aanwezigheid van God. Deja que esta pincel, ¿cómo se llama? Pincel? No, ese es francés, ¿no? Laat dat deze penseel. Pencil? Yeah, I don't know. To paint? A glimmer. A glimmer in English. ¿Sabe lo que? A glimmer. Een sprankeltje. Okay. Just a glimmer of light. Ah, slechts een sprankeltje van licht. Un poquitito de luz. Een klein beetje licht. Una vez yo estaba leyendo. Ik was aan het lezen. En una meditación que tengo. Tijdens een meditatie die ik aan het doen was. Ustedes saben el trabajo que hacen aquí en Bélgica con estas. Hoy, ni sé cómo decirlo. Pero son muy finos y lo venden hasta el día de hoy. Y usted lo ponga sobre la, sus mesas y cosas. Ah, kantwerk. U weet, het werk dat ze hier in België doen, zo kantwerk dat ze doen. Sí, materia, sí. Bien fino es el trabajo, bien super fino. Het is heel precies werk. En los tiempos antiguos. Vroeger in de oudere tijden. Ellos trabajaban estos manuales. Dit was allemaal manueel handarbeid. En un cuarto 100% oscuro. Ze voerden dit werk uit in een donkere kamer, was 100% donker. No podría ver nada. Ze konden niets zien. Y en ese cuarto había solamente un pequeño hueco.
En in dat kamertje was er slechts één klein gaatje. Y ese pequeño hueco, de ahí entraba la luz. En uit dat klein gaatje kwam dan licht. Solamente sobre el lugar donde ellos trabajaban. Alleen over die plek waar dat ze dan moesten no werken. Era mucho. Het was niet groot. Muy pequeño, era así. Echt heel klein. Porque el trabajo, especialmente en aquel tiempo, era tan delicado. Want in die tijden was dat werk zo precies, zo delicaat. Que necesitaban una luz bien concentrada. Dat ze een licht nodig hadden dat echt gefocust was. Nosotros no necesitamos ver el sol. Wij moeten de zon niet zien. Ni la luna. Of zelfs de maan niet. Una pequeña estrella. Een kleine ster. Es más que suficiente. Is meer dan genoeg. Esa esperanza que el Señor nos da. Dat is die hoop dat God ons geeft. Por saborear de su presencia y amor. Om te kunnen proeven van zijn aanwezigheid. Es suficiente de hacernos revivir. En dat is genoeg om ons te doen heropleven. Lee conmigo en este mismo libro de Salmos. Laten we in hetzelfde boek van Psalmen lezen. Salmos 34. Psalmen hoofdstuk 34. Dios nos invite. God nodigt ons uit. A experimentarlo. Om hem te kunnen experimenteren, te voelen. Él y su bondad. Hij en zijn goedheid. En una forma personal. Op een persoonlijke manier. Para muchos de nosotros. Voor velen van ons. Es difícil saber entender. Is het moeilijk om die te begrijpen. Creer. Die te geloven. Que Dios quiere tener comunión. Dat God een relatie met ons wil, een persoonlijke relatie. Muchos de nosotros pensamos en un Dios muy lejos, muy ajeno. Heel veel van ons denken aan een God die heel ver van ons staat. Pero nuestra Biblia, maar onze Bijbel, nos presenta un Dios muy cercano. Laat ons een God zien die dicht bij ons staat. Un Dios cuyos ojos corren por toda la tierra. Een God waarvan zijn ogen over heel de aarde gericht zijn. Para encontrar un hombre o una mujer, om een man of een vrouw te vinden. Cuyo corazón es perfecto delante de él. Waarvan hun hart perfect is voor de Heer. Y a este, en voor deze. O a esta, deze persoon. El Señor manifiesta su bondad. Zal God zijn goedheid laten zien. Y opera en nuestras vidas. En zal hij werken in ons leven. Para nuestro bien. Voor ons goed. Para nuestro bien. Voor ons goed, voor Yo iets goed sé que voor estamos ons. Pasando dificultades. Ik weet dat we het moeilijk hebben. Pero mis hermanos, en las manos de Dios. Maar broeders, is in de handen van God. Es para nuestro bien. Is het voor ons eigen goed? El Señor opera en todo. God werkt in alles, aan alles. Para nuestro bien. Voor ons eigen goed. Él se preocupa por ti. Hij is bezorgd om jou. Se preocupa por mí. Hij is bezorgd om mij. Imagínese, el Dios, el Creador, el Salvador. Wilt u in God, de Schepper, de Redder? Se preocupa. Die maakt zich zorgen. ¿Qué es el hombre? Wat is de mens? ¿Qué es el hombre? Wat is de mens? Eso es lo dijo el salmista. ¿Qué es el hombre? Dat zei de psalmist. Hij zei, wat is de mens? Que tú piensas en él. Dat u aan deze mens denkt. Y el día de hoy diría también. En de dag van vandaag zal deze ook zeggen. ¿Qué es la mujer? Wat is de vrouw? ¿Qué es la mujer? Wat is de vrouw? Que tú piensas en ella. Dat u ook aan haar denkt. Usted y yo. Jij en ik. Estamos en los pensamientos de Dios. We zitten in de gedachten van God. La Biblia nos dice que él escribió nuestro nombre en sus manos. De Bijbel zegt dat hij onze namen op zijn hand heeft geschreven. Al lado de estos huecos. Naast die gaten. Que él sufrió en esa cruz. Waarvoor hij geleden heeft aan dat kruis. Por ti. Voor jou y por mí. En voor mij y por todos. En voor iedereen lo hizo. Heeft hij dit gedaan. El camino está abierto. De weg is open. ¿Por qué te detienes fuera? Waarom hou je je buiten deze weg? La puerta está abierta. De deur is open. Entra y gózase, dice el Señor. De Heer zegt, ga binnen en wees vreugdevol. En mi presencia. In mijn aanwezigheid. Para conocerme. Om mij te kunnen kennen. Y alegrar su corazón. En uw hart vreugdevol kan para zijn. Poder levantarse.
om recht te kunnen staan. Y enfrentar la batalla que hay por delante. En die strijd te kunnen aangaan. Porque yo estoy contigo, dice el Señor. Want ik ben bij jou, zegt Nunca de Heer. Te abandonaré. Ik zal je nooit verlaten. Estaré contigo. Ik zal bij je zijn. Estaré contigo. Ik zal bij jou zijn. Perdonaré tus pecados. Ik zal je zondes vergeven. Limpiaré tu corazón. Ik zal jouw hart reinigen. Te mostraré el camino. En ik zal je de weg laten zien. Te enseñaré mis caminos. Ik zal je leren wat mijn weg is. Descanse. Rust uit. Descanse. Rust uit. Sí, señor. Ja, Heer. Estar quietos. Wees stil. Sta stil. Y sepa. En weet. Que yo soy tu Dios. Dat ik jouw God ben. Eso es lo que dijo el salmista. Dat zei de psalmist. Y hay que aplicarlo el día de hoy. En dit moeten we toepassen vandaag. Los que están corriendo con ansiedad. Diegenen die vol angst aan het lopen zijn. Con preocupación. Met bezorgdheden. Con pena, met schaamte. Con dificultad, met moeilijkheden. Siente que el corazón está al punto de explotar. Die voelen dat hun hart op punt staat te ontploffen. En vez de explotar, in plaats van te ontploffen. El Señor quiere llenarte tanto, wil de Heer jou zo hard vullen. Que llena tu tanque, dat hij jouw tank vult. Con agua viva. Met levend water. Con el aceite del Espíritu Santo. Met de olie van de Heilige Para Geest. Que rebosa. Zodat je kunt heropleven. Porque el Señor te bendijo. Want de Heer heeft jou gezegend. Para poder bendecir a los demás. Om de anderen te kunnen zegenen. Nosotros no estamos aquí viviendo para nosotros mismos. We leven hier niet voor onszelf. Somos vasos. We zijn elegidos, glazen. We zijn gekozen glazen. Preparados. Voorbereid. Para ser enviados. Om gestuurd te worden. A un mundo que queda en las tinieblas. Naar een plek, naar een wereld die in duisternis is. De donde hemos venido nosotros? En van waar komen wij? De donde hemos venido nosotros? Van waar komen wij? Hemos venido de este mundo tan oscuro. We komen van deze duistere wereld. Este mundo que nos pesaba. Deze wereld dat zo zwaar was, zo hard. Intentando de aplastar. Dat probeerde ons plat te drukken. Aplastar nuestras motivaciones. Onze doelen plat te drukken. Aplastar nuestros deseos. Onze wensen plat te drukken. Pero en nuestro Dios. Maar in onze God. Veremos el cumplimiento. Kunnen we zien wat volbracht de wordt. De tu santa voluntad. Dat zijn wil verbracht wordt. En nuestras vidas. In onze levens. El Señor no inspira esperanza. De Heer geeft geen hoop. Para dejarnos vacíos. Om ons dan leeg te laten. El Señor, nuestro Señor, no es tan cruel así. Zo erg is onze God niet. El mundo sí es cruel. De wereld is wel zo slecht. Nos llena con ideas, con posibilidades. Het vult ons met mogelijkheden, met ideeën. Las cuales nunca puede cumplir. Degene die nooit vervuld zullen worden. Si buscas el dinero, tendrás paz. Als je geld zoekt, zal je vrede hebben. Si buscas el hombre, tendrás gozo. Als je de mens zoekt, zal je vreugde si hebben. Si buscas la mujer, als je een vrouw zoekt, tendrás. Zal je. La mujer. De vrouw hebben. Pero en ninguno de estas. Maar in niets van deze zaken. Los deseos más profundos de nuestros corazones. Zullen die diepste wensen van onze hart. Se llenan. Gevuld worden. Estamos buscando el amor. We zoeken liefde. En malos lugares. Op slechte plekken. Hay que buscar donde hay. Je moet liefde zoeken waar deze ook un is. Un amor eterno. Een eeuwige liefde. Un amor que toca el corazón. Een liefde dat de harten raakt. Un amor que levanta. De liefde dat ons omhoog houdt. Un amor que nos hace sentir un valor verdadero. Een liefde dat ons echt laat voelen, waardevol laat voelen. Tú sabes, la gente en este mundo el día de hoy. Weet je, de mensen de dag van vandaag op deze wereld. No sienten. Ze voelen niets. Su propio valor como ser humano.
ze voelen hun eigen waarde als mens niet. Y para mí es lástima. En ik vind dit echt erg. Que también entre nosotros cristianos. Dat het tussen de christenen. Tampoco sentimos. Dat christenen dit ook niet voelen. Valor. Que somos valo. Dat we ons valorosos. Niet waardig voelen. Waardevol voelen. Todos pasamos por estos momentos. We doorbrengen wel allemaal deze momenten. ¿Sabe lo que yo hago? Weet je wat dat ik doe? Cuando me vienen esos pensamientos. Als die gedachten tot mij komen. Que no valgo nada. Dat ik niets waard ben. Que nadie piensa en mí. En niemand denkt aan mij. Yo saco mi violín. Dan haal ik mijn viool boven. En dan begin ik een beetje... Buena interpretación. No está bien. ¿Y sabe una cosa? En weet jullie iets? He aprendido, he visto. Ik heb geleerd en gezien. Que nadie quiere oír mi música. Dat niemand naar mijn muziek wilt luisteren. Nadie quiere oírlo. Niemand wilt het horen. Entonces es mucho mejor. Dus het is eigenlijk beter zo. Reservarlo solamente para mi Dios. Dat ik het alleen voor mijn God hou. Porque mismo en mis lamentos. Want zelfs als ik droevig ben. Ahí está Dios. Dan is God daar. Uy, cuidado con esa notita, Carlitos. Zet pas op, Carlitos. Más rápido, más rápido. Sneller, sneller. Mejor ritmo. Beter ¿Usted ritme. Piensa que el Señor no hace la salsa? Denkt u dat God de salsa niet maakt? Ahí estamos entrando aguas bien. We vinden ons op duister water. Posiblemente un ángel, quién sabe. Okay. Gracias por dejarme escapar un poquito de mis notas. Dank u om een beetje toe te laten af te wijken van wat ik heb opgeschreven. Pero yo siento que el Señor está ministrando en esas diferentes áreas en nuestra vida. Maar ik voel dat de Heer alles begeleidt op verschillende vlakken. Esa es la invitación del salmista. Dat is de uitnodiging van deze psalmist. Salmo 34, versículo 8. Psalm 34. Gustad, vers 8. Y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Gustad y ved. ¿Qué quiere decir eso? Vindt het goed en kijk. Quiere decir que Dios quiere que nosotros experimentamos su bondad en nuestras vidas. Het wil zeggen dat God wil dat wij zijn goedheid ervaren in onze levens. Hay muchos que pueden hablar de la bondad de Dios. Er zijn veel die spreken over de goedheid van God. Pueden crear libros sobre la bondad de Dios. Ze kunnen boeken schrijven over de goedheid van pueden God. Pueden organizar enseñanzas maravillosas sobre la bondad de Dios. Ze kunnen verschillende leren samenstellen Pero over zijn goedheid. Pero lo que yo quiero saber. Maar wat dat ik wil weten. Y lo que Dios quiere saber. En wat God wil weten. Es que usted quiere gustar de la presencia de Dios. En vraagt zich af of dat je deze wilt meemaken, beleven. Si tú quieres saber que tu Dios es más real que mil palabras en un libro. Als je wilt weten dat God meer echt is als dit boek, als het woord. Un libro santo, por een heilige por boek, seguro. Natuurlijk. Pero hay un Dios, un ser viviente. Maar er is tras een God. Este libro. Iemand die echt bestaat achter dit boek. Que ocupa los cielos, die zich in de hemel bevindt, la tierra, op de aarde, y sobre todo, en vooral tu corazón. In jouw hart. Está cerca. Hij is dichtbij. Pídelo. Vraag het. Señor, muéstrame. Heer, laat me zien. Lo bueno. Laat me het goede zien. Muéstrame tu bondad. Laat me jouw goedheid zien. Muéstrame tu amor. Laat me jouw liefde zien. Muéstrame tu poder. Laat me jouw kracht zien. Muéstrame tu gloria. Laat me jouw glorie zien. Hay que ser como Jacobo. Moeten zijn zoals Jacobus. No te voy a dejar partir hasta que me bendices. Ik laat je niet vertrekken bendice totdat je mij zegent. Bendíceme, bendíceme ahora. Bendíceme, bendíceme, bendíceme ahora. No está mal.
Ustedes no hemos cantado esa canción recién, ¿no? Bendíceme, bendíceme, bendíceme. Un viejito es, pero gloria a Dios me hace mover. Maar dat doet me niet bewegen. Me despierta. Maakt me wakker. Bendíceme. Zegen me. Bendíceme. Zegen me. Bendíceme. Zegen me. Ahora. Nu. No voy a esperar 10 años para que me bendice. Yo lo necesito hoy. Ik moet geen 10 jaar wachten. Ik wil het nu. Gustad. Gustad. Beleef het. Y ver. En zie. Gustad. Beleef. Y ver. En zie. Qué bueno es nuestro Dios. Hoe goed dat onze God is. En nuestra, en medio de mi miseria. In al mijn problemen, mijn miserie. El Señor me levantó. Heeft men de Heer mij recht gehouden, recht getrokken. Muchos piensan que los pastores no pasan, ¿verdad? Por problemas, dificultades y se asustan. Heel veel denken dat de pastoors dat die geen problemen hebben en dan verschieten ze. Cuando nosotros abrimos el corazón un poquito para decir, no, en verdad, yo estoy pasando cosas, pero Als we onze harten openen en zeggen, ja, ik heb wel moeilijkheden. Pero pastor, usted tiene tanta intimidad con Dios. Maar pastoor, je hebt toch zoveel intimiteit met God. Sí, pero él no dijo que iba a librarme de todos los problemas. Ja, maar hij heeft niet gezegd dat hij mij van alle moeilijkheden zal verlossen. Él dijo, yo voy a estar contigo. Hij zei, ik zal bij en jou medio zijn. De tus problemas. Te midden van je problemen. Porque tengo cosas enseñarte. Want ik moet je iets leren. Quiero que conoces. Ik wil dat je het kent, dat je leert kennen. Mi bondad. Dat je mijn goedheid leert kennen. Mi poder. Mijn kracht. Mi salvación. Mijn redding. Mi sanidad. Mijn sanidad? Healing. Healing, ja. Genezing. Esto. Tiene que ser una experiencia, mis hermanos. Het moet een ervaring zijn, broeders. Tú tienes que tener un momento. Je moet een moment hebben. De la cual tú puedes decir. Dat je kan zeggen. He recibido el toque de Dios. Ik heb het gevoeld, God heeft mij geraakt. Posiblemente era su voz tan dulce. Het was misschien zijn zoete stem. En medio de tu perplejo. Te midden van mijn problemen. En medio de tu confusión. Te midden van mijn verwarring. Una paz. Een vrede. Que sobrepasa. Dat alles overheerst. Todo entendimiento. Dat al het begrip overheerst. Ay, yo no sé arreglar este problema. Oh, ik weet niet hoe ik dit moet oplossen. No sé qué hacer. Ik weet niet wat doen. Ah! Ah! Y cuando me calmo, wanneer ik dan rustig word, ya lo tengo. Dan weet ik het. Sí o no? Toch? Sí o no? Toch, zo gaat het. En un instante. Op één moment. La voz de Dios tan dulce viene. Komt die zoete stem van God. Las circunstancias no cambian inmediatamente. En de omstandigheden veranderen niet meteen. Pero algo cambia en mi corazón. Maar er verandert iets in Porque mijn hart. Yo sé en aquel momento, want ik weet dat op dat moment he entregado el problema 100% a él. Heb ik 100% mijn probleem aan hem gegeven. Y si él se preocupa por mí, en als hij bezorgd is om mij, yo no tengo que preocuparme. Moet ik mij niet zorgen maken. Yo no tengo que dar vueltas ansiosas por allí. Dan moet ik niet angstig nadenken. ¿Qué voy a hacer? Oh, wat ga ik doen? ¿Qué voy a hacer? Wat ga ik doen? Así también. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Wat ga ik doen? ¿Qué voy a hacer? Wat ga ik toch ¿Qué doen? Voy a hacer? Wat ga ik toch voy doen? A hacer? Wat ga ik toch hacer? Doen? ¿Qué voy a hacer? Wat ga ik ¿Qué doen? Voy a hacer? Wat ga ik ¿Qué toch voy doen? A hacer? Wat ga ik doen? Y ni estoy exagerando, ¿sí o no? En ik overdrijf echt niet, toch? Estoy exagerando? Of overdrijf okay, ik? Cuando tú tienes un problema, want als jij een probleem hebt, en tu cerebro, no? Dan draai je toch cirkeltjes in je hoofd. Dos días, Eén, tres twee días, dagen, cuatro días, drie, vier un dagen, mes, een maand, dos meses, tres maand, meses. Drie maand. Y si es el esposo, dos años, tres años. De partner is de man, vrouw, is het misschien twee ¿Qué voy a hacer con este hombre? Wat ga ik toch met deze man doen? Oh, mi Dios, cámbialo! Oh God, verander hem. Y el Señor responde, de Heer antwoordt. No, mi hija. Nee, mijn dochter.
Te voy a cambiar a ti. Zal jou veranderen. Para que tú puedas soportar, viejito. Aleluya. Zodat je kunt volhouden, die oude. Una piedra, dos pájaros. Eén steen, twee vogels. Tú ganas la batalla. Je wint die strijd. Y adquieres la paciencia. En je zal dat geduld vinden. A veces así trabaja el Señor. En zo werkt de Heer. A veces lo que él hace. En soms wat dat hij doet. En vez de cambiar las circunstancias. In plaats van de omstandigheden te veranderen. Es cambiarnos a nosotros mismos. Verandert hij onszelf. Sí o no. Toch? Y ahora nosotros queremos que las circunstancias cambien, porque eso es lo más fácil, ¿no? En wij willen natuurlijk dat die omstandigheden veranderen. Si cambia, yo estaré bien. Want als hij verandert, ja, dan ben ik toch goed. Y el Señor está diciendo. Maar de Heer zegt. Claro, hasta la próxima vez. Natuurlijk, tot de volgende keer. Pero si me deja tiempo cambiar tu corazón. Maar als je me toelaat om jouw hart te veranderen. Om je kracht instruirte. Te geven. Om je instructies te geven. La próxima vez, zal de volgende keer. Tú entregarás esa carga. Zal je deze last aan mij de inmediato. Geven. Direct, meteen. Y esperarás con paz y alegría en en je zult corazón. Wachten met vrede en met vreugde. Escoge. Dus kies. La solución rápida. De snelle oplossing. O la verdadera solución de Dios. Of de echte oplossing van God. La cual es cambiar nuestro vil corazón. Wat is om onze harten te veranderen? Oh, ese vil corazón. Oh, dat hart. A veces me desespero. Soms ben ik radeloos. Por las cosas que sube de ahí. Voor de dingen die boven komen. Los sentimientos que suben de mi corazón. Die gevoelens die uit mijn hart komen. Las preocupaciones. Die bezorgdheden. La maldad. Slechtheid. El pecado. De zonde. Malos deseos. Slechte verlangens. Envidias. Jaloersheid. Vanagloria. Denken dat ik het beste ben. Orgullo. Trots. En esos momentos. Op deze momenten. Cuando pierdo la esperanza de mejorarme. Wanneer ik die hoop verlies om beter te worden. Levanto mis ojos. Doe ik mijn ogen open. Y le digo a mi Señor. En zeg ik tegen mijn Heer. Solo tú puedes. Alleen u kan dit. La obra que tú has comenzado. De daad dat u gestart bent. La perfeccionarás. Zal u perfect maken. No me dejas, Padre. Laat me niet alleen. No me dejas en el camino. Laat me niet op deze weg. Yo quiero, Señor. Ik terminar. Wil hier eindigen. Y cumplir contigo. En voldoen aan wat je van mij verwacht. Y desde ese segundo las cosas comienzan a cambiar. En vanaf die seconde beginnen de dingen te veranderen. Comienzan. Begint het te veranderen. Pero la carrera puede ser bien largo. Maar de weg kan heel lang zijn. Les aviso, ¿eh? Dat zeg ik nu el al. Señor a veces toma su tiempo, créanme. Soms neemt God zijn tijd. Es como, Señor, apúrate. Dan zeg je, schiet toch op. Sí, hermana, lo digo. Pues apúrate, mi Dios, apúrate ahora. Schiet op, nu, nu. Y también nosotros vemos, ¿no? En las escrituras. We zien het ook in het geschrift. El salmista muchas veces dice, Señor, apúrate, rescátame, sáqueme. De psalmist zei vaak, schiet op, Heer, help mij, breng mij hier weg. Yo sé que tienes el poder. Ik weet dat je die macht Yo hebt. Sé que me amas. Ik weet dat je van me houdt. Usa su poder a mi favor. Gebruik alsjeblieft jouw Aquí kracht estoy voor sufriendo. Mij. Want ik ben hier aan het Basta, lijden. Ja, padre. Laat het stoppen, vader, alsjeblieft. Si es el clamor de nuestro corazón, als het ons hart is dat roept, no molesta a nuestro Dios. Dan stoort het de Heer niet, onze si God es, niet. Si es simplemente queja y murmuración, als het gewoon is om te klagen, lo molesta mucho. Dan stoort het hem heel hard. Y nos prepara un pasaje para el desierto. En hij bereidt dan een vers voor ons voor de woestijn. De desert. Desert, woestijn, ja. Mm-hmm, with sand. The desert with sand. Ja. Ja. La bondad de Dios es lo que gobierna su corazón. De goedheid van God is wat dat leidt over ons hart. Oye. La bondad de Dios. De goedheid van God gobierna su corazón. Leidt zijn hart.
Él no puede hacer lo malo. Hij kan niet slecht doen. Porque él es bueno. Want hij is goed. Y todo lo que hace en nuestras vidas. En alles wat hij in onze levens doet. Si parece ser así o no. Of het nu lijkt of niet. Es para nuestro bien. Is voor ons eigen goed. A veces es para nuestro último bien. Soms is het voor die laatste fase, de laatste goedheid. Y tenemos que discernir la diferencia. En moeten we het verschil zien. Algunos versículos con los cuales quiero animarle. Er zijn een paar versen waarmee ik jullie wil aanmoedigen. Salmos 145. Psalmen. Lindo ese versículo. 145. Y los versículos 9 y 10. Vers 9 en 10. Mientras que están buscando. Do you need some water? No, I'm fine, thank you. Okay. 9 y 10 dice: Bueno es Jehová para con todos. Vino a la mente. Dit kwam tot mijn gedachten. ¿Por qué nos excluimos? Waarom denken we dat we ergens niet bij horen? De la bondad de Dios. Dat we niet tot zijn goedheid horen. Claro, está bien para el pastor. Ja, natuurlijk, het is goed voor de pastoor. Para los ancianos. Of voor de ouderlingen van de kerk. Los cantantes, para ellos. Of voor degenen die zingen, voor hen is het goed. Pero para mí? Maar voor mij? No, jamás. Nee, nooit. Jamás. Nooit. No tiene que excluirse. Je moet je hier niet buiten. Porque el Señor nos dice aquí. Want de Heer zegt hier. Bueno es Jehová. Para con algunos. Want hier staat. Todos. Hier staat toch niet God todos. Is enkel goed voor enkele. Nee. Todos quiere decir. Voor iedereen. Todos. Hij is goed voor iedereen. Incluido está. Dus je hoort erbij. Het is inclusief iedereen. Y sus misericordias sobre todas sus obras. Te alaban, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. Mire este versículo en el libro de Mateo. Kijk deze vers in het boek van Matteüs. Capítulo 5. Hoofdstuk 5. Voy a comenzar con 44. Vers 44, hier zal ik me starten. Dice... Pero yo os digo, amar a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orar por los que os ultrajen y os persiguen. Ahora, si él está dándonos este mandamiento, dus als hij ons dit gebod geeft, lógicamente, logisch gezien, deberíamos comprender que nuestro Señor hace esto. Dan moeten we begrijpen dat de Heer dit ook doet. Este es su corazón expuesto delante de nosotros. Dit is zijn hart dat hij laat zien aan ons. Él dice, hij zegt, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Nadie puede escapar la bondad de Dios. Niemand kan ontsnappen aan de goedheid van God. Muchas veces el problema es simplemente en reconocer la bondad de Dios en tu vida. Vele keer is het probleem gewoon dat we de goedheid van God niet herkennen in onze leven. Muchas veces nosotros queremos todo el crédito. Veel keren willen wij al die verdiensten. Mire lo que yo hice. Kijk eens wat ik gedaan heb. Mire por allá lo que yo hice. Kijk daar eens wat dat ik gedaan Mire heb. Mi reino. Kijk mijn Tan koninkrijk. Tan grande. Zo groot. Tan immenso. Zo immens. Dios no me ayudó en nada. Nee, God heeft mij yo niet geholpen. Yo lo hice todo para mi gloria. Ik heb het zelf gedaan voor mijn glorie. Y el Señor nos ve. En de Heer ziet dit. Bestias. Zijn beesten. Falten comprensión. Ze hebben geen begrip, ze begrijpen het niet. Podría reír.
zou kunnen lachen. Pero eso es lo que sucedió a Nabucodonosor. Maar dat is gebeurd bij Nabucodonosor, de koning van Babylonië. Él dijo, mire mi reino. Hij zei, kijk, mire kijk lo mijn que yo he construido aquí. Kijk wat ik hier gebouwd heb. Y en el momento el Señor lo juzgó. En op dat moment heeft de Heer over hem gesproken. Y le quitó su entendimiento. En hij heeft zijn begrip weggenomen. Le quitó su reinado. Hij heeft zijn koninkrijk le weggenomen. Quitó sus consejeros. Hij heeft de raadgevers por su weggenomen. Gran orgullo, door zijn grote trots. De no reconocerle a su Dios. Om niet zijn God te herkennen. Volvió en pura bestia. Is hij gewoon terug zoals een beest geworden. Su cabello creció fuerte. Zijn haar is super hard beginnen groeien. Sus uñas. Zijn nagels waren heel lang. Y andaba con las bestias de la tierra. En hij liep rond met de andere beesten op hasta aarde. Que por fin. Tot eindelijk. ¿Cuánto tiempo? Un día sí. Wat denk je, één dag? Dos días así. Of twee dagen zo? Cinco días. Of misschien vijf? Un mes. Nee, een maand. Más que suficiente, no? Un mes andando así. Toch meer dan genoeg om zo een maand rond te lopen. Después de siete años. Nee, na zeven jaar. Qué orgullo. Zo trots. Sepa, mis hermanos, el mismo orgullo que estaba en su corazón de él, dezelfde trots dat in zijn hart was, está en ti. Zit ook in jou. Es un raíz bien fuerte. Het is iets heel sterk. Dit. Es un raíz que requiere un tratamiento fuerte de nuestro gran médico. Het is iets dat een heftige behandeling in ons nodig Pero en heeft. El momento de quitar esa raíz de orgullo, maar op het moment om die wortel nuestro entendimiento weg te halen, vuelva. Dat ons begrip terugkomt. Y vemos las cosas como son. En dat we kunnen zien zoals y de zaken echt gracias, zijn. Damos gracias que Dios ha estado con nosotros en medio de todo. En dat we God kunnen bedanken dat hij bij ons is geweest te midden van alles. Bueno para con todos es. En dat hij goed is voor iedereen. Bueno, bueno, bueno. Goed, goed en goed. ¿Tiene un poquito más de tiempo? Hebben we nog een beetje tijd? Un poquito, me da? Hebben we nog een beetje tijd voor mij? Yo no dije en conclusión, ¿eh? Ik heb niet gezegd dat ik ging concluderen. Yo no digo eso. Dat zeg ik nooit. Los pastores que mienten. De pastoren die liegen. Yo puedo decir esto porque soy pastor, ¿no? Ik mag dit zeggen, want ik ben een pastoor. Volviendo a los salmos, Salmo 27. Dus als we terugkeren naar psalmen, psalmen hoofdstuk 27. Estos dos versículos, versículos 13 y 14, me han salvado no sé cuántas veces. Versen 13 en 14 hebben mij echt vele keren gered. No puedo decirle cuántas veces al caer mis ojos sobre estas palabras, ik kan niet zeggen hoeveel keer dat mijn ogen op deze vers, op deze woorden gericht waren. Dice, het zegt. Hubiera yo desmayado. ¿Cuántos sentimos desmayados? Moest ik opgegeven hebben? De vez en cuando en la vida. Hoeveel van jullie voelen dit? Dat je moet opgeven. Desanimados. Dat je geen moed meer hebt. Aplastados. Gewoon platgeduwd. Sin aliento, sin esperanza. Zonder moed, zonder hoop. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. No en los cielos, hermanos. Niet in de hemel, broers. Muchas veces nosotros como buenos cristianos, vele keren wij als goede christenen, solamente estamos buscando ver la bondad de Dios en el otro lado. Zoeken we enkel de goedheid van God aan de andere kant. Pero él lo hace inmediato. Maar hij doet het meteen. Él se aplica a lo presente. Hij past het toe op het huidige. Y está diciendo que nosotros podemos conocer y disfrutar. En hij zegt dat we hem kunnen kennen en genieten. La bondad de Dios en este momento. Dat we zijn goedheid kunnen kennen en genieten op dit moment. Porque tenemos acceso a su presencia. Omdat we toegang hebben tot zijn aanwezigheid. Y hay una comunicación entre él y nosotros. En er is een communicatie tussen hem en tussen ons. Y a través de esta comunicación de amor. En te midden van deze communicatie uit liefde. Nos asegura. Dan verzekert hij ons. De que él está con nosotros. Dat hij bij ons is.
No puedo decirle cuántas veces el Señor me ha dicho, no temas. Ik kan niet zeggen hoeveel keren dat de Heer tegen mij heeft gezegd, vrees niet. No temas porque yo estoy contigo. Vrees niet, want ik ben bij jou. Si no fuera por eso, mis hermanos, yo no estaría aquí el día de hoy. Als het niet aan dit lag, dan zou ik hier vandaag Pero niet staan. Pero por ese constante ánimo que el Señor me da. Maar door die constante aanmoediging van de Heer. Estoy de pie todavía. Sta ik hier nog steeds recht. Hubiera yo desmayado si no creyese. Als ik had opgegeven. La bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Dan had ik zijn goedheid niet gezien. Aguarda Jehová. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí. Espera a Jehová. Bueno es nuestro Dios. Goed is onze God. Pero no todo. Maar niet alles. Con respecto a la bondad de Dios. Als we het dan hebben over de goedheid van God. Nos es fácil. Is makkelijk. Esta bondad de Dios tiene una operación en nuestros corazones. De goedheid van God moet iets teweeg brengen in onze harten. Opera dentro de nosotros. Het doet iets in ons. Despierta ciertas cosas dentro de nosotros. Het wakkert zekere dingen aan. Cuando experimentamos su bondad, wanneer wij zijn goedheid ervaren, llego a ser consciente de ciertas cosas. Dan word ik mij bewust van zekere zaken. Y en particular, en vooral mis pecados. Over mijn zondes. Yo considero la bondad de Dios. Ik beschouw de goedheid van God. Y contemplando esa bondad, als ik mij focus op deze goedheid, doy cuenta de que yo no soy tan bueno. Dan besef ik eigenlijk dat ik niet zo goed ben. Y que he dejado ciertas cosas que le agrada a mi Dios. En dat we zekere dingen opzij schuiven. No los hago como en antes. Ik doe het niet zoals vroeger. Mi corazón se enfría aquí y allá. Mijn hart wordt kouder en kouder. Yo me encuentro lejos. Ik bevind me ver. Peleando con cerdos. En ik strijd tegen varkens. Ja. Pigs. Ja, ja pigs. Ja. Peleando con cerdos. Ik vecht tegen varkens. Como el pródigo. Zoals de naaste. El hijo pródigo. Zoals de verloren zoon. Pero en aquel momento dice que él, algo se despertó en él. Maar er wordt gezegd dat er op een moment iets wakker werd in hem. Vino así, dice. Het kwam ineens. Vino así. Het kwam uit het niets. Y dijo, en hij zei, yo voy a volver a la casa de mi padre. Ik ga terug naar het huis van mijn vader. Sus siervos tienen mucho más que yo. Want zijn slaven hebben meer als mij. Pasando hambre, yo aquí peleando con estos cerdos. Ik ben hier honger aan het lijden, aan het vechten met deze varkens. Los siervos de mi padre se sienten en la mesa. En de slaven van mijn vader zitten tienen aan tafel. Más que necesitan. Ze hebben meer dan dat ze yo nodig voy hebben. A volver a él. Ik ga terug naar hem. Pero le voy a decir, maar ik zal hem zeggen. Soy cambiado. Ik ben veranderd. No te considero más mi padre. Ik zie jou niet meer als mijn vader. Por la manera que yo te traté. Door de manier hoe ik jou heb behandeld. Yo seré solamente su siervo. Ik zal slechts jouw slaaf zijn. Solamente recíbeme. Ontvang me gewoon. En este momento, en op dit moment, la tristeza entró en su corazón. Kwam die droevigheid in zijn hart. Y este es bueno. En dit is goed. Y es una operación buena de Dios dentro de nuestro ser. En het is een goede daad van God in ons zijn. Cuando damos cuenta de nuestra condición actual. Als we te weten komen wat onze huidige toestand is. Que estamos lejos. Dat we ons ver bevinden. Pero esa voz. Maar die stem, esa dulce voz, die zoete stem de la bondad de Dios, van de goedheid van nos, God, nos despierta, maakt ons wakker y nos llama, en het roept ons y nos lleva, en het brengt ons a donde nosotros pertenecemos, waar we moeten zijn, la presencia de Dios. Naar de aanwezigheid van God. Esa tristeza piadosa, die droevigheid die overheerst, opera en nuestros corazones, brengt iets teweeg in onze harten. No deberíamos tener temor de esta De esta tristeza piadosa. We moeten geen vrees hebben voor deze droevigheid, die overheersende
droefheid. Porque es algo que Dios crea en el corazón. Maar dit is iets dat God teweeg brengt in ons hart. Para hacernos reconocer dónde estamos en la actualidad. Zodat we onze huidige toestand kunnen erkennen. No quedes allí lejos. Blijf daar niet, daar ver. ¿Por qué quieres quedar lejos? Waarom wil je ver blijven? Acércate a mí, dice el Señor. Kom dichter tot mij, zegt de Heer. Con corazón humilde. Met een nederig hart. Que cambia tu gozo. Dat jouw vreugde verandert. En tristeza. Dat jouw vreugde verandert que in te humilles delante de mi presencia. Dat je niet komt in mijn aanwezigheid. Y yo te exaltaré. Ik zal je terug tot boven brengen. Yo, dice el Señor, te exaltaré. Ik zal je dit terug te boven brengen. No vale la pena tratar de exaltarnos a nosotros mismos. Het werkt niet als we onszelf willen verheven. Porque nos lleva a la ruina. Want het brengt ons tot de aquel ruïne. Que quiere ser primero, iedereen die eerst wilt zijn, será lo último. Zal laatste zijn. Aquel que quiere sentarse delante, degene die zich van voor wilt zetten. No, steady. Ik heb het niet tegen jullie hoor. Se sentará atrás. Die zal van achter zitten. Ay, lo siento, hermano. Oh, ik vind het erg. Pero broeder. Este lugar fue reservado para un, ¿cómo se llama? Un qué? Un profeta. No, deze, un profeta. Deze stoel is gereserveerd. Para una persona especial, un invitado especial. Een speciaal persoon. Iemand is uitgenodigd, ga alsjeblieft van achter zitten. Qué vergüenza. Wat een schaamte. Sí o no? Toch? Es mucho mejor is beter. Que alguien desde atrás al verte. Ay, hermano, gloria a Dios. Venga, yo tengo una silla aquí delante. Dat je iemand van achter ziet en ziet, oh kijk, broeder, kom toch van voor. Y ahí entras ahí con mucho gozo, alegría. En zo kom je vreugdevol binnen en kan je gaan zitten. En verdad, qué valor tengo yo. Dan denk je, oh, ik ben toch zo waardig. Qué valor. Qué wat valor. Een waarde. Eso fue solamente la primera parte de la predica. Dit was dus het eerste deel van de preek. Es la verdad, pero voy a correr. Dit is eigenlijk echt waar, maar ik ga toch mij haasten. Yo estoy observando lo que está sucediendo en este lugar. Yo quiero... Maar un segundo antes de ik wil een seconde nemen, want ik ben aan het observeren wat er op para, deze plek aan het gebeuren un poco is. De agua primero. Ook eerst een beetje drinken. Tres, cuatro, cinco veces. Drie, vier keer. En este culto vino la idea de nuestro valor. Kwam in deze dienst het idee over waarde, onze waardes. Cuando el Señor hace esto, wanneer de Heer dit doet, es porque quiere normalmente que algunas personas particulares, is het omdat hij wil dat specifieke personen dan cuenta, zich hier bewust por van eso kunnen yo zijn. Enfatizarlo un poquito más. En daarom wil ik hier een beetje meer de focus op leggen. Muchas veces nosotros podemos sentir sin valor. Vele keren kunnen we ons voelen dat we niets waard zijn. Como dijo Gedeón. Zoals Gerion zei, yo soy el más pequeño, ik ben de kleinste de la familia más pequeña, van de kleinste familie, del barrio más pequeño, van de kleinste wijk, del estado más pequeño, van de kleinste del staat, tribu más pequeño, van de más pequeño, y más pequeño, y más pequeño, de kleinste, y más pequeño, y más pequeño, y más pequeño, y más pequeño. En de kleinste, kleinste, kleinste. No dando cuenta. En hij was zich er niet van bewust. De que estaba hablando con Dios mismo. Dat hij met God zelf sprak. Hablando con Dios mismo. Hij was gewoon met God zelf aan het spreken. Cuando el Señor piensa en nosotros. Wanneer de Heer aan ons y nos denkt. Visita. En ons bezoekt. Y nos da de saborear de su bondad. En hij ons laat proeven van zijn goedheid. Te está diciendo, is hij aan het zeggen.
Te amo. Ik hou van jou. He enviado mi hijo para rescatarte. Ik heb mijn zoon gestuurd om jou te redden. Eres de gran valor para mí. Je bent echt heel waardevol voor mij. ¿Qué me importa lo que pensaba tu padre? Het maakt me niet uit wat je vader misschien denkt. ¿Qué me importa lo que pensaba tu madre? Het maakt me niet uit wat je moeder misschien denkt. Tus hermanos. Of je broeders. Tus maestros. Je meester. Tus amigos. Je vrienden. Todos te abandonó. Iedereen heeft je verlaten. Wat maakt mij het uit? Hay uno. Er is één iemand. Que nunca te va a abandonar. Die je nooit zal verlaten. Porque dice. Want het zegt. Que es de mucho valor para mí. Want hij zegt, je bent heel waardevol voor mij. Y yo puedo sentir que hay muchos, aún que estoy exagerando ahora. En ik kan het voelen dat er misschien veel denken dat ik nu aan het overdrijven Piensen ben. Dentro de sí. Dat in zichzelf denken. No puede ser. Dat kan niet zo zijn. No puede ser. Het kan niet zijn. ¿Qué valor tengo? Welke waarde heb ik? Y algunos están diciendo, pero pastor, usted no sabe. Maar sommigen zeggen, maar pastor, u weet het niet. Pastor, usted no sabe. Pastoor, u weet het niet. Oh, usted no ha vivido mi vivencia. Je hebt mijn leven niet geleid. Oké. Okay. Oké. Okay. De acuerdo. Dat is waar, akkoord. Y usted no vivió lo mío. Je hebt het mijne niet geleefd. Pero lo que nosotros sí vivimos juntos, maar wat we wel samen beleven, es la experiencia de la bondad de Dios, is de ervaring van de goedheid van God, manifestado en la persona y en la cruz. De Cristo Jesús. Dat zich heeft getoond in Jezus aan het kruis. El Hijo de Dios. De Zoon van God. Trata de comprenderlo. Probeert het te begrijpen. El Hijo de Dios. De Zoon van God. Dio su vida. Heeft zijn leven gegeven. Para rescatarte a ti. Om jou te redden. Tiene que ser algo personal. Dat moet toch iets persoonlijks zijn. Tiene que decir, dio su vida para mí. Je moet zeggen, hij heeft zijn leven gegeven voor mij. ¿Cuántos pueden decirlo? Hoeveel van jullie kunnen dit zeggen? Digamos. Laten we het zeggen. Señor Jesús. Heer Jezus. Tú diste tu vida. Je hebt jouw leven. Para rescatarme a mí. Om mij te redden. Posiblemente en mis propios ojos. En met mijn eigen ogen misschien. No veo un valor. Zie ik geen waarde. Pero en tus ojos, maar in jouw ogen hay valor. Is er waarde. Yo te creo a ti. En ik geloof jou. Más que a mí. Meer dan in mezelf. Más que a mis circunstancias. Meer dan mijn omstandigheden. Más de lo que me han dicho. Meer dan wat ze gezegd hebben. Yo tengo valor. Ik heb waarde. Para ti. Voor u. Déjalo entrar en tu corazón. Laat hem toe in jouw hart. Y sacar ese sentir de ser inútil. En neem dat, laat hem dat gevoel wegnemen dat je niet nuttig bent. Y sin valor. En dat je niet waardig bent. Es mentira. Het is een leugen. Es mentira. Het is een leugen. No me importa hasta qué nivel en sus estudios. Het maakt me niet uit welk niveau van studies je bereikt. No me importa el trabajo que tiene. Of het werk dat je doet. No me importa el auto que manejas. Het maakt niet uit met welke auto je rijdt. O la casa que está comprando. Of het huis dat je misschien aan het kopen bent. Ninguna de estas cosas. Niets van deze zaken. Me hace quien soy. Maakt me wie ik ben. Ninguna. Niets ervan. Esa no es la sustancia de la vida. Dat is niet de basis ¿Quién van het soy leven. Yo en comparación a? Dat wil zeggen, wie ben ik in vergelijking met? ¿Quién soy yo en comparación a? Wie ben ik in vergelijking met? Hay que cambiar ese pensar. Die gedachte moet je veranderen. Y decir, je moet zeggen, Dios no hace lo malo. God doet niet slecht. Dios no hace lo inútil. God doet niets dat niet nuttig is. Dios hace lo bueno. God doet het goede. Porque él es bueno. Want hij is goed.
Puedo llevarle a un versículo más? Ik ga u nog één vers geven. Como dijo un predicador recién. Zoals een prediker zei recent. Lo iba a hacer con o sin tu permiso. Hij ging het doen zonder of met jullie toestemming. Yo reí, entonces yo pensé, bueno, voy a probar. Ik lachte hiermee, dus ik dacht, ik zal dit ook eens uittesten. Ay, Dios mío. A veces paso, ¿no? Soms ga ik erover, toch? No tenía que repetirlo, ¿no? Ok. Si ha olvidado lo que estamos diciendo, es que a veces la bondad de Dios se manifiesta en maneras inesperadas. Als je vergeten bent dat we gezegd hebben dat de goedheid van God zich soms... Ahora se manifiesta, a veces se manifiesta en problemas. Zich op speciale manieren laat zien, zoals bijvoorbeeld in problemen. Porque Dios está obrando algo. Want dan is God eigenlijk een daad aan het verrichten. Recuerda? Toch, akkoord? Era un viaje bastante, no al norte o al sur. Het was een verre weg, maar dat is het punt uiteindelijk. Este versículo que vamos a leer, deze vers dat we zullen lezen, es la definición de la fe verdadera. Is de definitie van het echte geloof. Creer lo que nosotros vamos a leer, geloven wat we nu gaan lezen, es lo último en la fe. Is de laatste stap van het geloof. Romanos 8, 18. Boek van Romeinen, hoofdstuk 8, vers 28. Muchos lo conocen. Velen van jullie kennen dit. Y sabemos que a los que aman a Dios... Perdón, ¿qué dije? Wat zei ik? 18 dije. No. 28. 28. Perdón. Romanos 8. Pero 18 está muy bueno también. Si nosotros sufrimos... 18 mire, ah, en verdad, ah, posiblemente el Señor quería ese error, ¿no? Todas las cosas nos sirven a bien, aleluya, gloria a Dios. Alles dient ons voor het goede. Si sufrimos con él, als we lijden met hem, seremos también glorificados con él. Zullen ook zijn glorie krijgen. La cual quiere decir, wat wil dit zeggen? El camino a la gloria de Cristo, de weg tot de glorie van Christus, es por la vía dolorosa. Is langs es die por los sufrimientos. Is via het lijden. Porque es en estos momentos que Dios nos cambia. Want het is op deze momenten dat God ons nos verandert. Transforma. Hij verandert ons. En algo mucho mayor que nosotros mismos. In iets dat veel beter is dan wat we nu zijn. Mire lo que dice. Y sabemos que a los que aman a Dios. Anota, eso funciona solamente para los que, número uno, amen a Dios. Dus let op, het is enkel voor degenen die van God houden. Todas las cosas. ¿Cuántas cosas, hermana Nelly? Welke dingen? ¿Cuántas cosas, hermanos? Alle dingen. Todas las cosas. Welke dingen? Alle dingen. Oh, es difícil sembrar ese pensamiento. Het is moeilijk om deze gedachte te zaaien. Todas las cosas. Alle dingen, alle la zaken. La cual quiere decir cosas buenas. Dus goede dingen. Y cosas. Maar ook slechte tan dingen. Buenas. Niet zo'n goede dingen. Difíciles. Moeilijke. O malo. Of slechte. Todas las cosas. Alle dingen. ¿Qué hacen todas las cosas? Wat doen al deze dingen? Les ayudan a bien. Ze helpen voor het goede. Eso no tiene ninguna lógica. Sí, tiene lógica. Nee, dit heeft toch pero geen no logica? Toch wel. No es una lógica humana. Het is geen menselijke logica. Huh? No es una lógica humana. Es una lógica divina. Het is een goddelijke logica. Dios está diciendo, yo God siempre zegt, tengo tu bien en mi corazón. Ik heb altijd goede met je voor in mijn hart. El fin que yo he imaginado para ti. Het einde dat ik voor ogen heb voor mejor jou. Mejor dicho, establecido para ti. Dit is speciaal voor jou. Siempre tiene que pasar por esas dificultades. Maar dan moet je bepaalde moeilijkheden doorstaan. Siempre va a haber algunos pasos difíciles, mis hermanos. Er zullen altijd moeilijke stappen zijn. Por favor, no queremos quedar niños toda la vida, ¿no? Alsjeblieft, we willen toch niet heel ons leven kinderen blijven?
Cuando mis hijas llegaron a tener sus 18, 19, yo esperaba cosas mayores de ellos. Wanneer mijn dochters 18 en 19 werden, verwachtte ik eigenlijk meer van hen. Como niñas teniendo su 15, su 20. Ahora yo les hablo fuerte, boom, bam, boom, bam. Nu spreek ik hen sterk aan, want het zijn geen kinderen meer. Tú quieres ser adulto, te voy a hablar como adulto. Wil je volwassen zijn, dan zal ik je behandelen als een volwassene. Y nosotros, si queremos crecer en las cosas de Dios, en als wij willen groeien in de zaken van God, y si queremos ser transformados en esta imagen de Cristo Jesús, en willen veranderd worden naar het beeld van Christus, tenemos que pasar por ciertas cosas. Dan moeten we bepaalde zaken doorstaan. Jesucristo mismo perfeccionó su obediencia al Padre. Jezus Christus zelf heeft zijn gehoorzaamheid aan de Vader geperfectioneerd. Pasando por el jardín. Om door die tuin van Getsemane te en camino a la cruz. De weg naar het kruis. Porque en el fin del camino lo que Dios quiere de ti. Want op het einde van de weg wil God obediencia. Van jouw gehoorzaamheid. El corazón de Cristo. Het hart van Christus. Sembrada en ti. Gezaaid in jou. Va a producir amor. Y obediencia para el padre. Dit gaat liefde en gehoorzaamheid produceren voor de Vader. Ya sabemos que a los que aman a Dios, en we weten dat de dieren van God houden. Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los conforme a su qué. Propósito. Ahora, si tú tienes tus propios propósitos en mente. Dus als je eigen doelen in je hoofd hebt. You're out of luck. Ya no tienes suerte. Dan heb je geen geluk meer. Olvídalo. Vergeet het. Dios no te va a ayudar. God gaat je niet helpen. Tus propios propósitos. Om je eigen doelen te bereiken. Pero si tú percibes. Maar als jij ontvangt. Y trabajas. En werkt. Para cumplir los propósitos de Dios. Als jij werkt om de doelen van God. Todas las cosas te va a ayudar a bien. Te voldoen, dan zullen alle zaken je helpen voor het goede. ¿Cuál es el fin de Dios en nuestras vidas? Wat is het einde van God voor onze levens? ¿Qué quiere él de nosotros? Wat wil hij van ons? ¿Qué es la vida abundante? Wat is dat overvloedig leven? ¿Qué es esta vida que rebosa? Dat leven vol vreugde. Con gozo y con alegría. ¿Qué es? Vreugde en plezier, wat is dit? Versículo 29 dice. Vers 29 zegt. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. El fin del camino. Einde van de weg. Para Dios. Voor God. Es que tu vida. Is dat jouw leven? Sea conformada a la vida de Jesucristo. Lijkt op het leven van Jezus Christus. La cual quiere decir que tú llegas a pensar como él. Wat dus wil zeggen dat je moet leren denken zoals de hem. De sentir como él. Voelen zoals hem. De hablar como él. Spreken zoals hem. De obrar como él. Daden verrichten zoals hem. De agradar a Dios como él. En God behagen zoals hem. Muchos preguntan qué es la vida abundante. Maar vele vragen zich af wat is dat overvloedig leven. No se trata de finanzas, mis hermanos. Nee, het gaat niet over financiën. En ninguna manera se trata de finanzas. Yo sé. Manier. Yo sé que les han enseñado que la vida abundante se trata de que Dios me da todo lo que quiero y más de lo que quiero. Ik weet dat me ze jullie hebben aangeleerd dat God je alles zal geven wat je nodig hebt en zelfs meer. Y este exceso económico es la vida abundante. En dat die overvloedig leven dan op economisch gebied is. ¿Cómo podría pensar tal cosa? Hoe kan je nu zoiets toch denken? Todas esas cosas son temporales. Want dat zijn maar tijdelijke dingen. No, mis hermanos. Nee, este no es el verdadero valioso en la vida. Nee, dat is niet wat het echt wil zeggen, een overvloedig la leven. La cosa más preciosa de la vida. De meest waardevolle la zaak van het leven abundante. Is het overvloedig leven. Es ser como Cristo. Is zijn zoals Jezus Christus. Este es el premio. En dat is de prijs. Esto es lo que Dios está obrando por todas las cosas que nosotros pasamos. En dit is wat God wil bereiken door middel van alle zaken dat we doorstaan. Sean cosas buenas. Zullen goede sean dingen. Cosas malas. Of slechte dingen zijn. Todo nos ayude
a ser conformado a la imagen de Cristo Jesús. Alles helpt ons om te zijn zoals het beeld van Jezus Christus. Es la única cosa que nadie puede robarte. Het is het enige wat niemand van je kan stelen. Una vez sembrado y formado esta imagen, vanaf dat dit beeld gezaaid en gevormd is, nadie puede robarlo. Kan niemand dit stelen. El ladrón viene. De dief komt. Para. Voor wat? Pero yo he venido para darle vida y vida abundante. Maar ik ben gekomen om je overvloedig leven te geven. No se trata de las cosas, se trata de ser como él. Het gaat niet over materiële zaken, het gaat erover om te zijn zoals ¿Quién, hem. ¿Quién es la persona más preciosa a nuestro Padre Celestial? Het is de meest waardevolle persoon voor onze hemelse ¿Quién Vader. Es? Wie is het? Su hijo. Zijn zoon. ¿Quién eres tú? En wie ben jij? Un hijo de Dios. Een kind en van God. Cristo Jesús, in Jezus Christus. Hay Cristo er is y hay nosotros su cuerpo, en el cuerpo de Cristo. Wij zijn er, het lichaam van Christus. Y él pidió al Padre que todos nosotros podríamos ser unidos en uno. En hij heeft gevraagd aan de Vader dat wij todos één konden teniendo zijn. Un corazón por toda la eternidad. Voor de eeuwigheid. Yo tengo que parar ahí.